Dat zie je links, hè, sociale verbondenheid. Ze willen erbij horen, competenties. Ze willen voelen dat ze iets kunnen. En ze willen daar zelf mee aan de slag. Ze willen dat zelf ontwikkelen. En als je dit model dan helemaal gaat uitpluizen. Dan komt er instructie en interactie. En er is een bepaalde uitdaging, vertrouwen, ondersteuning. Maar uiteindelijk komt het er neer dat je gewoon... Ja, ik noem het wel eens liefde voor een spelers, maar... Dat team, je hebt het beste met dat team voor, maar dat komt pas naar boven op het moment dat je zoveel maatwerk levert in de begeleiding met spelers. Iedereen zit anders in elkaar, dat is één. En iedere qua mens. En daarnaast ook nog hebben ze allemaal andere kwaliteiten. En de valkuil is dan ook nog dat we heel vaak de neiging hebben, zeker op cruciale momenten, om dan... Ja, te zeggen wat ze niet kunnen. Maar hoe fijn en hoe lekkerder is het voor een speler... Om juist te horen waar ze goed in zijn. En dat ze daarin uit moeten blinken. En ja, die excellence is een habit. Misschien heb ik het daar wel uitgehaald. Maar een kernkwaliteit... Als ik een oefening doe op een training... En ik weet dat ik een speler heb met een hele goede paas... Hij legt de lat. En die lat moet dagelijks hoger. Maar hij kan niet zo goed verdedigen... Dan wordt hij daarin geholpen. En dat klimaat creëer ik rondom mijn teams. Dus niet alleen elke dag uitblinken, maar daar ook de norm stellen en anderen meenemen.